Die staat ook aan, die staat op 104.0. ISO op 1000, dus dat is precies hetzelfde. Dezelfde hoogte. Is allemaal recht? Nee, deze staat niet recht. Nu staat hij recht, plat op de... Oké, plat. Die staat plat. Die staat op dezelfde hoogte, die staat iets hoger trouwens. Maar het middelpunt zit op dezelfde hoogte. Ja, ik zou die ook even uit moeten halen. Nou ja. Kijk, nu zie je dus het hele verschil tussen een... die moet ik even aanzetten. Alles staat aan, ja. De Sony staat op 24 mm. Hij heeft de 1635 van Zeiss, f4.0. De Nikon D850 staat op 24 mm. En de Canon 80D staat op 16 mm, maar dat is een kopfactor van 1.5. Dat is ook 24 mm. Alles staat op 24 mm, alles staat op 1000 ISO, alles staat op exposure 100. En ik ga nu laten zien waarom, of ik ga nu aantonen waarom je het beste gewoon die A7 Mark III van Sony kan nemen. Je ziet echt duidelijk verschil in focus. Die blijft. Staat hij naar binnen aan? Oh ja, moet ik nog een keer induwen. Nu staan ze allemaal aan. Oké, nu gaat het beginnen. Nu gaan we de test doen tussen de Sony A7 Mark III, de Nikon D850 en de Canon 80D. De Canon 80D met een Canon L-lens 1635 f4. Op 16 staat hij, want dan staat hij met een kropfactor 1.5 op 24. De Nikon staat op 24 mm met de, wat is het ook weer? Tamron 2470 die ik nog heb. Dat is de enige lens die ik nog met die Nikon heb. Die Nikon die zit ik te bedenken om die te verkopen. Moet je eens opletten als ik naar achteren ga. Oh, dat is hij aan het zoeken. En die Canon is ook aan het zoeken. Die is niet aan het zoeken, maar die heeft een... Die L-lens van Canon, die heeft geen silent motor. De SSM die de EFS lens wel heeft, een veel goedkoper lens... Die ik er ook op had kunnen doen. Maar goed, het is niet zo, die lens, daar heb ik het gevoel bij dat die L-lens beter is en scherper is. Dus vind ik het scherper vind ik belangrijker dan dat die geluid maakt. Bij de Sony heb je gewoon helemaal geen geluid van, het focussen. Ja, je hoort nu de andere. Kijk, je hoort nu de Canon. Nu hoor je de Nikon. Maar die Sony, die hoor je maar niet. Die is gewoon... nu kijk ik in de Sony. Die blijft gewoon scherp. En gaat terug. Ja, je hoort alleen mijn krukje. De Nikon waar ik nu in kijk. Ik weet niet of die mij nu helemaal goed gefocust heeft. Nee, hij zit te bouncen, zie je dat? Iets terug en dan gaat hij zoeken. Dat kun je echt niet hebben bij een interview, hè? Dat iemand beweegt dat hij de hele tijd loopt te zoeken. Mensen bewegen, hè? Ademen. En dan kun je niet hebben dat hij de hele tijd zit te bouncen op achter, voor of die wel scherp genoeg is. Daar heeft de Canon gelukkig niet zoveel last van. Alleen die Canon moet wel op een betere body zitten dan de 80D. Hij moet een 4K kunnen filmen. Dat kan deze niet. Deze filmt op HD. Dus die... is wat minder in kwaliteit, dat is duidelijk te zien. Ik wil nog even aantonen dat de scherpte van die Sony 4K en de Nikon 4K ook nog wat met zich meebrengt. Dat je dus kunt kroppen, je kunt het beeld dichterbij halen of je kunt de persoon dichterbij halen zonder dat die kwaliteit verliest. Dat kan dus bij de HD niet, want die heeft al de ultieme... zeg maar eindscherpte, als je die nog zou vergroten, dan zou je pixels gaan zien. Ja? Oké, dat was hem.